Mariam heeft heel veel stress. Ze moet opeens alleen reizen, vindt ze niet meer leuk. Eerst is alleen reizen, zonder jou. Vind je spannend? Ik ga je naar je gate brengen. Ik ga je naar je gate brengen, ja? Oh shit, ik moet mijn mondkapje op. Ik heb het overleefd, jongens. Dat was de ergste vlucht ever. Navigatie. Ik ben zo blij dat ik deze hier zie eindelijk. Ik heb haar. Ik had haar gewoon in paniek. In Istanbul heb ik haar in paniek gebeld. Hoorde je mijn paniek? Ja, ik probeer uit te leggen. Jij zegt, ik ga weer terug naar Nederland. Goedemorgen guys, ik ben lekker aan het chillen met Eminem op vakantie en toen zei ik, volgens mij heb ik mijn vlog nog niet eens geopend, dus bij deze. Ik ben in Antalya met Eminem, zij was hier al, ze had een vakantie alleen geboekt, toen zei ze kom even langs. Toen heb ik het even geboekt, helaas kon Nessie niet mee, dus ik ben met eentje hierheen gevlogen, dat was ook echt een drama gisteren in een airport. Ja, ik heb dus echt nog nooit alleen gevlogen, altijd met Nessie of met familie of met vriendinnen of wat dan ook. En ik moest voor het eerst alleen vliegen en ik moest ook nog overstappen. Dus ik was al van tevoren helemaal in stress over het feit dat ik moest overstappen. En het ging ook helemaal mis. Want ik kwam aan in Istanbul, ik moest overstappen naar Antalya. En ik ging helemaal in een verkeerde rij staan, waardoor ik nog maar 20 minuten had voor mijn vlucht. Toen dacht ik, oh, het is iets echt mis, want er waren nog 15 mensen voor mij. En mijn vlucht ging gewoon bijna weg, mijn vliegtuig. Dus ik belde in paniek deze op. En toen ging ze een beetje uitleggen wat ik moest doen. Maar het probleem is dat de Turken dus eigenlijk helemaal geen Engels spreken. Dus ik zei het Antalya, Antalya, Antalya. En toen hebben ze mij dus een richting op gestuurd. Voor de mensen die echt vanuit Istanbul gelijk naar Antalya gaan. Dus niet voor transfer. Dus ik zat helemaal in de verkeerde rij. Maar goed, het is goed gekomen. We zitten nu dus bij een beachclub. Het uitzicht is hier echt zo mooi. Ik ga jullie even laten zien hoe het eruit ziet hier. Wij zijn inmiddels omgekleed en alles. De zon is een beetje weg. En we hadden net geprobeerd om foto's te maken. Maar dat lukte niet echt, omdat het licht echt zo erg tegen zit. Maar ik dacht, fuck it, want ik heb echt zoveel moeite gedaan. En Eminem ook. Ik heb haar erin een beetje meegesleept. En nu denken we gaan lekker eten, want we hebben echt trek gekregen. Waarom kijk je zo eng achter je? Nee, ik zag iets achter je. Ik ga jullie even mijn outfit showen. Ik heb een topje aan van de Zara. Rok van de Zara en ik heb nu momenteel slippers eronder, maar ik had deze hakken eronder op de foto en ik hoop gewoon echt stiekem dat er gewoon één goede foto tussen zit en dat ik niet moeite heb gedaan voor niks. Guys, wij zitten bij een heel gezellig tentje. Dit tentje kennen wij al, want we zijn hier vaker geweest toen we in Antalya waren. En we hebben ons voorgenomen, z'n tweeën gewoon vandaag gezond te gaan eten. Eigenlijk de hele week gewoon gezond te gaan eten. Want het is hier heel moeilijk om gezond te eten. Dus we hebben vandaag al friet gehad en zo. We gaan dus vanaf nu. Ik denk het echt goed. We gaan dus vanaf nu gewoon lekker gezond eten. Dus ik ga even filmen wat wij hebben besteld. Kijk, guys, dit is onze bestelling. Ik heb dus kip besteld in tijm met groenten. En we hebben hier een salade. En? Lekker? Lekker. Lekker. Jongens, we hebben wel echt een geweldige lift. Want hij heeft overal spiegels. Ja, ik weet niet of ik het nu heel geweldig vind met deze outfit. Maar je ziet jezelf dus van alle kanten. Ik ga jullie even een rondleiding geven in onze snacks. En in het Irakees of Arabisch noemen we dit cheras. Kijk. Dit zijn dus kikkererwten. En hier hebben we, volgens Eminem, zijn dit verse zonnepitten. Kijk, een hele mega zak van gekocht. En zo zien ze eruit. Een hele goede morgen, guys. Daar zijn we weer. We zijn aan het wachten op een taxi. Want we gaan weer vandaag naar de beachclub. Ik heb een jurkje aan van de man, hoe die echt onwijs fijn zit. Hoedje van de Zara. Ik heb even een
staartje gedaan. Ik heb nu nog mijn sieraden om, want ik wil heel graag nog een foto maken. Een beetje gouden sieraden. We zullen straks wel af voor Beach Club. Maar we gaan vandaag eens even naar een andere Beach Club. Want gisteren waren we bij BLM Beach Club, heet die toch? Ja. BLM, hè? Maar ik vond het eten daar echt gewoon helemaal niet lekker. En de reviews waren echt heel goed. Maar we hadden een salade met kip besteld. En dat was echt gewoon echt niet te pruimen. We hebben het zelfs teruggestuurd. En dat doen wij echt nooit, hè? En toen kregen we echt nog een soort van discussie met die guy daar. Er kwam dus gewoon een guy die onze kip ging proeven. Om te kijken of we wel gelijk hadden. En toen kregen we echt een discussie met hem over de kip. Hij zei nog, het is gewoon lekker. Hij zei, het is gewoon lekker. Maar echt, guy, het was echt gewoon niet te doen. En zelf zij vond dat. Ik ben nog best wel een beetje kritisch met mijn eten. Maar als zij dat vindt, dan heb ik gelijk. Oh, daar is ook een taxi. Oeh. Zo. Ik had volgens mij gisteren al in mijn vlog aangegeven dat wij dus lekker gezond bezig zijn. En hebben het tot nu toe wel goed volgehouden. We gaan nu ook naar een Beach Club waar ze lekkere salades serveren. Dat vonden wij heel belangrijk. Dus we kunnen het ook wat makkelijker volhouden. Want eerlijk is eerlijk, als je dus naar zo'n Beach Club gaat, dan wil je eigenlijk de hele dag door gewoon lekker bestellen. En dan moet alles wel goed zijn. Ja. Dat een beetje update. Ik heb een badpak aan. Ik heb altijd dezelfde badpakken mee. Ik heb gewoon één keer ingeslagen bij Gooseberry. En ik wil echt niks anders meer. Maar ik denk dat ik deze vakantie toch even nog voor één bikini ga. Zodat ik een beetje een bruine buik krijg. Mirjam wanneer ze eten heeft. Yeah, M&M, proost! Woe! Good life! Ik ga jongens, we hebben alleen de kipte gegeten en een beetje bulgur. Zo trots op ons. Kijk hoe lief. Tonijn voor de katten. Sinds we verder gaan, dan kunnen we dan natuurlijk een beetje meer tijd krijgen. En als we even zeggen, als we al mijn werk hebben gedaan in Frankrijk, is speciaal dat we het maar zeg eens, ik wil praten. Hij wil praten. Ik praat toch. Als ik één vraag stel, dan ga ik 10 minuten door. Ik vraag nog een keer over de kaas. Ne otu vardı o peynirin içinde? İşte bilmiyorum otu böyle bilmiyorum. Bilsem otu ne olduğunu bu değişik ora. O ora has bir ot yani ot. Enteresan bir ot. Çok lezzetli bir yani. Mesela Hollanda'nın kas var ya eski kaşar. Eski kaşar daha lezzetli yani. Hollanda'nın mesela eski kaşarı mesela çok harika. Delikli kaşarı mesela Hollanda'nın. Onun daha lezzetli oluyor o peynir yani. Onda değişik bir şey vardı yani nedir bilmiyorum. Yıl ne kadar karşı Irak. Çok değişik bir şey vardı yani o ot vardı onun içinde, şey içerisinde. Güzel ya. Yes, lekker. Buyur şunlar efendim. Thank you. Afiyet olsun. Wij zijn dus lekker naar de beach geweest. Het was echt een heerlijk dagje. We zijn iets te laat weggegaan. En ik wil eigenlijk altijd, zeg maar, nadat we van beach terug zijn, wil ik eigenlijk even shooten. We hebben dit net gehaald. Ik heb een outfit aan van de Zara. Ik heb nu weer mijn slippers aan, maar ik had net hier hakken onder. En Emine heeft me echt geholpen. Emine, you are the best. Ze heeft echt heel veel geduld bij mij. Maar we hebben hier geshoot. En dan zien jullie hier misschien niet heel goed, maar het is echt heel mooi. Even heel snel naar het hotel. Deze spullen even terugbrengen en dan gaan we een jasje meenemen, want in de avond komt het best wel af. En dan gaan we gewoon even ergens thee drinken. We
heel bruin. We zijn ook echt rood gewoon. Ik dacht, we zijn heel erg bruin. We zijn heel erg rood. Serieus. Nou, even terug naar het hotel lopen nu. Oh, zo zie je wel echt dat we een beetje rood zijn, ja. Ja, klopt. Trouwens, hier aan de weg hebben ze echt zulke mooie villa's hier in de buurt. Echt niet normaal. Hier kan je niet zien, bij die volgende. Ja, ik weet niet of ik inderdaad kan filmen voor jullie. Ik film zo eentje. Deze is fucking mooi, echt. Kijk, hier is wel een hond, dus moeten we even oppassen. Anders ga ik zo schreeuwen. Nee. Maar we vinden dit huis echt prachtig, guys. Kijk, één keer. Je ziet het niet zo heel goed. En kijk deze auto, guys. Hi, guys. Wij gaan nu lopen. Naar onze bestemming. We hebben onze jasjes aan. Ja. Gisteren ging het regenen, hè? Ja, gisteren ging het heel hard regenen, dus heb ik eigenlijk niet meer gevlogd. En we hebben gewoon in het hotel gezeten en zonnepitten gegeten. We gaan nu even onderweg naar een cafeetje, ergens. Een leuke spot. En dan gaan we daar chillen. En ik zei tegen M&M, ga maar vloggen, want ik ben heel slecht met vloggen deze vakantie. Ik zei tegen haar, jij moet praten, maar jij zegt nee, het is heel ongemakkelijk om te vloggen met jou. Dus zeg maar wat. Je man kijkt kapot raar naar jou. Ja, doe jij met die zitten. Zijn jullie aan het vloggen voor mij? En mensen kijken nu naar haar. Dit is echt niks voor mij, maar ik doe het nu voor haar. Ja, jij moet een gesprek voeren. Ik ga stuk. Ja. Terwijl we eigenlijk de hele week stuk zijn gegaan, maar je ziet niks terug. Ze weten niet wat er gisteren is gebeurd om te kloppen. Dan moet je dat even vertellen. Gisteren hebben we echt een trauma gehad. Oké, guys, gisteren. Oh, drama. Het chicken met me was wel. Gisteren, drama. We waren zo hard aan het lachen in onze kamer. De grootste lol van ons leven. Zij ging stuk. Zij kon niet stoppen met lachen. Toen op een gegeven moment zag ik heel zo'n schaduw voor de deur. Dus op een gegeven moment, je ziet zeg maar soms wel staan toch, in de opening van dat er iemand voor je deur staat. Maar dat elke keer constant. Ging die weg? Weer ervoor. Weg, weer ervoor. En op een gegeven moment, ja, ik keek er niet echt naar, maar ik dacht van, wel een beetje raar. Maar op een gegeven moment hoorde je ook elke keer een deur opengaan, ja, toch? Ja, de hele tijd ging de deur open. Ja. En jij vond dat vreemd. Ja. Waarom gaat er iemand steeds naar de gang? Ja. En toen zag je een schaduw en toen riep je mij. En toen werd ik ook bang. Even een korte uitleg voor jullie, zodat je snappen. In de middag hadden wij een man gezien en die... Ja, die verblijft zeg maar naast ons. En elke keer hoorden we daar de deur elke keer open gaan. Dus we dachten van, wat is hij dat aan het doen, weet je wel? Elke 10 seconden open, dicht. En dan zag je elke keer weer de schaduw ervoor en dan weer weg. En toen zei ik tegen Emma, ik zeg, je moet echt niet bang worden, maar ik zie elke keer een schaduw voor de deur. Hoor je die geluiden niet? Ze zegt, jawel. En op een gegeven moment hoorde die deur niet meer, maar je hoorde gewoon heel het geluid op de gang. Elke keer die schaduw weg en dan weer... Ja, en op een gegeven moment gingen we gewoon zo zitten op bed, waarop is helemaal stil, toen we helemaal stuk gingen. En gewoon kijken of, het, of we gewoon iets zagen. En elke keer zag je weer die schaduw op en neer, dachten we. Toen dachten wij, oh, we zitten echt in een fucking trillerbombie. Het kan echt niet waar zijn dat er echt zo'n freak naast ons is. En die ons zit aan het afluisteren is en voor het onze deur aan het staan is. Toen op een gegeven moment zei M&M, kom, we gaan gewoon even naar beneden, naar de balie. En dan kunnen we even chillen om te kijken wat hij gaat doen. Dus ik zei van, nou, ik durf dat niet, sorry. En op een gegeven moment zei je, we moeten wel echt gaan. Want het bleef gewoon de hele tijd door. Anders konden we echt niet slapen. We werden wel echt bang en het stopte zeg maar ook niet. Dus wij dachten op een gegeven moment, kom, we gaan even omkleden, even onze pyjama uitgeraakt, normale kleren aangedaan. Op het moment dat wij zeg maar de deur open wouden doen, hoorde je weer de deur van hem. Dus ik dacht, nee, ik ga wachten. Toen zei jij, nee, fuck it, we gaan gewoon. Dacht ik, ja man, M&M, come on, M&M. Ik dacht, M&M heeft echt ballen, dacht ik. Het gaat echt goed komen. Dus, hij was weer binnen. Dus wij doen de deur open. M&M voor mij, hè. Ik achter haar, opeens, hij doet de deur open. En je ziet haar gewoon sprinten naar de trap. Zij was gewoon weggelopen naar de trap. Ik was daar, ik keek hem echt recht in de ogen aan. Op een gegeven moment ging ik achter Emily aan. Ik denk, wij nemen nooit de trap, hè? Altijd lip. We gingen gewoon de trap af. Dus die zag ons echt als twee psycho's van verdieping 3 naar beneden rennen van de trappen. En we kwamen zo helemaal hijgen bij de balie. Helemaal gedesoriënteerd van wat is er net gebeurd. En die man keek ons aan van, hallo? Alles goed? Ja, die man bij de balie, die dacht wat gebeurt er. Ze keek me aan en ze zegt van... Ik kon niet meer praten.
ik zeg tegen hem, kom we gaan buiten zitten en even kalmeren. Want wij vonden die man echt er een beetje eng uitzien. Ja, we begrepen het niet helemaal. Ja, dus we gingen een beetje kalmeren. En toen kwam die guy van de balie naar ons toe van, gaat het wel goed? En toen zei ze dus in het Turks van, jij die man die naast ons zit heel erg eng. Want elke keer zijn deur open en elke keer op de gang en zo. En toen moest hij lachen. En toen zei hij van, ja. Dat zijn drie vrienden die naast elkaar een kamer hebben. Dus? En daarom gaan ze in en uit. En wij dachten, waarom gaat hij de hele tijd op de gang staan? Dus dat waren, dus, er zijn dus blijkbaar drie zakenmannen rondom onze kamer. Die elke keer dus bij elkaar op de kamer gaan. Fucking raar. En waarom duurt dat om de 10 seconden? En waarom als we uit de kamer gaan, ga je opeens ook uit je kamer? Dus dat is allemaal raar. Maar het stelde dus niks voor. Het was allemaal in ons hoofd. Er was niks aan de hand. Het waren nette mannen, zakenmannen. En ze waren dus met elkaar bezig. Ja, maar wij liepen zo de trap af dat die man bij de baan dacht van er is echt iets ergs gebeurd. Hij zei, maak je niet druk, ik kan alles volgen op de kamer. Ik dacht, heb je ons ook zo zien sprinten? De trap afrennen. Nou. Er is niks aan de hand. Hij keek gewoon wat er aan de hand was. Ja, en weet je wat er echt... We hebben vandaag ook de hele dag gewoon stuk gelegen om onze actie van gisteren. Ik schaam me ook echt hoor. En ik durf ook niet meer naar die balie medewerker toe. Ik vind het echt zo verschut gewoon. Hier zit tenminste plaatjes erbij, dat snap ik toen. Dat zet ik aan de bestellen bij. Jij moet mij ook nadoen. Met wat? De eerste maal. Ja, dat ga ik echt niet doen. Wij kan zo acteren mensen. Echt grappig. Wel, een van mijn onbekende talenten. Ik kan echt totaal niet acteren. Jawel, hoe ze mij nadoen is helemaal dood. Ik vind wel leuk dat je me complimenten geeft. Wat gaan we drinken? Een smakelijke M&M. Ze heeft al drie keer haar uit teruggestuurd. Het zit helemaal onder het vet. En hij is helemaal niet goed aan de onderkant. Je moet het echt hierbij laten. Ja. Nu kan je hem niet voor de vierde keer terugsturen. Nee. Dan ga ik zeggen, mag ik dit gewoon even snel maken? Hallo guys, ik heb heel lang niet gevlogd. Dus ik dacht, ik pak mijn camera erbij, want het is echt net op onze... laatste avond, dat zien jullie ook aan mijn huidskleur denk ik. En onze laatste meal hier. We hebben gegrilde kip gegeten. Ik moet je eerlijk zeggen, het was lekker. Het was op aanraden van Emine. We hebben gegrilde kip gegeten, dat was echt lekker spicy. Ik had nog drie kipvleugels over en hebben die kip gewoon gegeven aan de katten hier onder de tafel. Ze komen hier elke keer langs lopen, wij vinden het zo zielig. Dus we hebben het heel stiekem gegeven, mag eigenlijk niet. En gisteren hebben wij de katten hier ook allemaal lopen voeren. We hadden tonijnblikjes gehaald, we hadden ze tonijn gegeven, dat was echt heel erg leuk. En we gaan straks denk ik nog een keer halen, hè? Ja, we hebben ook nog kip mee. We hebben aan het restaurant gevraagd of ze nog kip overschot hebben voor ons. Om mee te nemen, dan gaan we straks ook even uitdelen hier. Trouwens, sorry dat ik zo slecht vlog. Maar ik denk dat deze vakantie niet echt geschikt was voor vloggen, want we deden elke dag hetzelfde. We gingen dus opstaan in de ochtend en dan gingen we gewoon naar het strand. Daarna gewoon naar het hotel, douchen, klaarmaken, eten, thee drinken en dat was het. We zijn ook niet echt zo spraakzaam deze vakantie in de vlogs. Ik moet je eerlijk zeggen, in real life praten we heel veel. Ja, echt zo. Als de camera aangaat. Dat is grappig, we praten zoveel. Maar hoe vinden jullie onze huidskleur? Zijn we bruin geworden of niet? Wie is bruiner? Ja, kom eens dan. Kom. Wie is er bruiner? Ja. Oeh, ik dacht dat ik bruin was, maar jij komt in beeld, je bent ook bruin hoor. Ja, we zijn allebei heel goed bruin geworden voor onze huidskleur. We zijn allebei echt licht. Ja. Kijk, we hebben echt een mooi kleurtje. Het ook echt zo... Ik heb trouwens geen foundation op, helemaal niks. Dat hebben we ook helemaal niet meer nodig. Nee, ik heb echt niks op. Ja, en ik heb mezelf maar voorgenomen om toch wel even mijn tintje bij te houden. Want ik word gelijk veel gezonder gewoon. Dus wordt ook wel mooier. Ja, gewoon gezonder vooral. Ja. Echt met de verbouwingen zoals ik echt zo lijk bleek. En ik leek gewoon de hele dag ziek gewoon. Als ik ging opnemen dacht ik van oh my god, dit is niet oké. Maar we gaan dus straks even de katten voeren. De koffers inpakken. En dan morgenochtend gaan we al even trekken. Dat was het. Excuses voor de gare vlogs. Maar ik denk dat ik er één leuke vlog van kan maken. Dus
veel kijkplezier alvast. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Doei!